Nadat het bij de senioren van rugbyclub RFC Oosterwijk de Oysters de afgelopen jaren wat minder ging, is daar nu weer de weg omhoog gevonden. Na twee gewonnen wedstrijden tegen de rugbyclub Breda zijn ze gepromoveerd naar de landelijke tweede klasse. Door een goede jeugdopleiding heeft men de aansluiting met de rest van Nederland kunnen vinden. Dit heeft als resultaat dat drie jeugdspelers van de rugbyclub Oysters zijn geselecteerd. Ralf Steenbakkers voor Oranje onder de 17. Kevin Jansen en Rick van Balkom voor het team onder de 18. Rick van Balkom is zelfs de aanvoerder van het Nederlands elftal. Hebben jullie altijd rugby gespeeld, Kevin? Ja, ik speel al van mijn 16 jaar speel ik bij de Oosterwijk, speel ik rugby. Ja? Ja. En hoe zit het met Rick? Ja, ik rugby al vanaf mijn vierde rugby. Ja? En, mag het al op die leeftijd? Ja, officieel nog niet, maar mijn vader was trainer. Dus vandaar mocht ik al beginnen een beetje meeballen en een beetje meedoen. Streepje voor? Ja, dat wel. En met Ralf? Ja, ik rugby nu 12 jaar, dus dat is vanaf mijn 4 ook, net als Rick. Wat vind je zo boeiend aan rugby? Ja, het is gewoon een heel leuk sport, heel veel discipline. En lekker contact met elkaar, het is echt man op man. En dat is wel het leuke eraan. Is dat bij jou ook zo, Ralf? Ja, het is echt een teamsport. Ja, je ligt goed met elkaar spelen. Kevin, nou zien we af en toe de vreselijkste beelden van op de televisie en overal voorbij komen. Dat we elkaar ondersteboven lopen en zo. Is het werkelijk zo hard? Ja, het gaat wel hard tegen hard. Maar er zitten echt heel veel regels aan vast. En het is wel heel fair play eigenlijk. Het is wel gewoon, het is niet dat er geslagen wordt en zo. Het is wel gewoon een nette sport eigenlijk. Nou zijn jullie alle drie uitverkoren tot de top van Nederland. Onder 18 en zelfs onder de 17. Dat succes is jullie natuurlijk niet zomaar aankomen waaien. Of wel, Ralf? Klopt, we moeten gewoon veel trainen. Twee keer per week hebben we hier training op de club. En van huis uit zijn we ook al gestimuleerd. Dus, Rick, nou moet je natuurlijk meer trainen als hier alleen bij de Oysters. Ja, dat klopt. We nu net voor het EK, want in 30 maart gaan we naar Madrid voor het EK. En nu trainen we nu twee keer per week ook nog bij in Amsterdam. Of eigenlijk Capelle en de IJssel. En dan nog erbij sportschool en hier op de club twee keer per week. En zijn dat twee trainingsdagen achter elkaar of mogen jullie dan nog tussendoor naar huis? Of blijven jullie over? Nee, we gaan tussendoor gewoon naar huis. We hebben dan dat we op woensdag daar trainen en dan hebben we ook nog op zaterdag daar, maar tussendoor ben je gewoon thuis. Hoe doen jullie dat met school? Ja, het is gewoon op school hard werken, hè? Dat je thuis minder te doen hebt. Dat is puur discipline. Rick, je bent zelfs tot captain bekroond van onder de 18 van het Nederlandse team. Hoe voelt dat? Ja, dat is een mooi gevoel. Dat is leuk dat je die eer krijgt in het rugby, in het kleinere rugbysportje in Nederland. En ik was vorig jaar ook al met onder 17. En nou die eer weer krijgen bij onder 18, dat is natuurlijk helemaal mooi. En als je dan ook nog naar het EK gaat, tegen mooie grote landen spelen, dat is geweldig. Nou hier aan jullie drieën samen eigenlijk, hier bij de Oysters. Kijken ze nou een beetje tegen jullie op of valt dat toch nog wel mee? Nee, wij zitten hier gewoon in het team en dat is gewoon hetzelfde als iedereen. Iedereen speelt hier gewoon een positie en dat verandert niet als je bij het Nederlands team zit. Kevin, hebben jullie ook bijgedragen tot het succes van het eerste team, deze competitie al? Nee, nog niet. Ja, Rick heeft wel meegespeeld bij het eerste, maar ik nog niet en zo. Maar Rick wel. Wat voor kansen heeft het Nederlands rugbyteam straks in Madrid? Ik denk dat we een mooie kans maken. Omdat we nu een aantal goede oefenwedstrijden hebben gespeeld. We hebben een mooi team staan. En ik hoop dat we een mooie paar wedstrijdjes kunnen spelen. En wanneer was dat? 30 maart vliegen we naar Madrid. En de wedstrijden zijn? 31 maart om 5 uur. Ja, de openingswedstrijd. Openingswedstrijd tegen Hongarije. Ik hoop dat jullie heel veel succes hebben. En hopelijk zullen wij ervan horen. Ook via de pers hier in Nederland. Komt helemaal goed. Dank u wel. Ja. Dank u wel.